Op het einde van de 19e eeuw werd in Merksplas-Kolonie deze landloperskapel gebouwd. Ze is om verschillende redenen uniek in de hele wereld. De kapel is door de staat gebouwd en deze heeft er letterlijk zijn stempel op gedrukt. In een kruis boven de ingang prijkt de Belgische leeuw. De inplanting is zeer ongebruikelijk. Het gebouw is naar het westen georiënteerd, zodat de landlopers vanuit hun slaapverblijven via de kortste weg hun gebedshuis konden bereiken. Om voldoende licht te hebben, vooral tijdens de ochtendmis, voorzag de architect deze zogenaamde lichtstraat, wat wereldwijd ongezien is. De ongewone oriëntering staat ook symbool voor de verbondenheid van kerk en staat. De hoofdingangen van de wereldlijke en de geestelijke macht zijn naar elkaar gericht. In de kapel zelf valt geen pilaar te bespeuren. De landlopers moesten altijd en op iedere plaats in het zicht van de bewakers blijven. Vandaar de stationsachtige structuur. De volledige breedte van 16 meter is overspannen door een staalconstructie. Van op dit balkon had de bewaker een goed uitzicht op de landlopers die op de banken plaatsnamen. Toeval of niet, de staat lijkt ook hier zijn handtekening achtergelaten te hebben. Met een beetje goede wil zien we de Belgische driekleur in de vloertegels. Uitzonderlijk voor die tijd waren ook de twee toiletten, één voor de priester en één voor de kerkgangers. De kapel is volledig onderkelderd. Tot in 1993 werd deze ongeveer 900 vierkante meter koele en droge ruimte als voorraadkelder gebruikt. De groenten die werden geteeld in de moestuinen, naast en vlakbij de kapel, werden met speciale groentekarren die door paarden getrokken werden, via dit hellend vlak achterwaarts de kelder ingereden. Daar werden ze in de verschillende nissen in rijen opgestapeld. Onder de zijbeuken bewaarde men het vlees in 54 gemetste pekelvaten. De kapel heeft bijna een eeuw als gebedsruimte dienst gedaan. Nu wordt ze enkel nog verhuurd voor culturele activiteiten en feestelijkheden. Sinds 2007 is in de kelder het Gevangenismuseum Merksplas gehuisvest. Hier vertellen we het verhaal van armoede, misdaad, rechtspraak en straffen vanaf de middeleeuwen tot vandaag. Een reeks foto's van celdeuren en celinterieurs uit de gevangenis van Tongeren, gemaakt door de in Vlaanderen bekende fotografe Lieve Blankaert, staat hier ten toon. Uiteraard besteden we speciale aandacht aan de landloperij.
Niet alleen de landloperskapel, maar het hele landbouwproject van de Nederlandse generaal Johannes van den Bos is enig in de hele wereld. Een bezoek aan museum en kolonie, individueel of in groep, is de moeite meer dan waard.